SO, we gaan praten met Geert Bakker. Ja, ik zou bijna zeggen Mr. SO. Geert, goedenavond. Goedenavond. Zo, afgelopen week werd bekend, uiteindelijk dan bekend, dat jij naar Piersil gaat. Hebben we er lang over na moeten denken? Nee, niet heel lang. Maar dat we bij SO niet eruit kwamen, was dit een optie en die sprak me heel erg aan. Mm-hmm. Je hebt gekozen voor je maatschappelijke situatie, positie, Geert. Ja, klopt. Wat ik zeg, bij SO liep het gesprek niet zoals ik hoopte. Mm-hmm. En door in september verwachten wij een derde kind. Dus mm-hmm. Moet je ook een beetje gaan kijken wat er gebeurt na je voetbal. Ja. En het vak waar ik in zit, in de kinderopvang. Ja, dus als man heb je daar niet heel je leven werk. Mm-hmm. Dus moet je verder gaan kijken. En Piers ook al een hele mooi bot, een mooie kant voor mij. Jij gaat werken bij een van de sponsoren, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Mm-hmm. Hoe reageerde men bij SO, Geert? Ja, ik vond het aan de ene kant jammer, maar de reacties die ik krijg, die zijn positief en die begrijpen het. Mm-hmm. En ja, de negatieve reacties, die krijg je toch nooit echt te horen. Die zullen ongetwijfeld zijn en dat mag ook. Mm-hmm. Er ging een tijd overheen tussen het moment dat jij officieel koos voor Piersil en het moment dat je bekend maakte dat je ging stoppen bij SO. Had je nog gehoopt op misschien een ploeg die hoger speelt? Of? Nee, daar ging het niet om. Kijk, wij met SO zitten in een hele belangrijke fase. Ja. En kijk, als je dat zo vroeg bekend maakt, ja. Voor mij maakt het geen verschil of je dat nou eerder of later bekend maakt. En voor Piersil zijn het ook nog belangrijke weken. Dus die rust kwam denk ik beide wel goed uit.